U heeft pijn onderin de rug. Bepaalde bewegingen of houdingen geven meer pijn, andere juist minder. Misschien heeft u dit al eens eerder gehad. Veel mensen hebben namelijk regelmatig last van deze, zoals we dat noemen, gewone rugpijn. We denken dat de spieren, banden en botten onderin uw rug tijdelijk niet goed samenwerken. Dat is niet te zien op een röntgenfoto of op een scan. Het heeft dus ook geen zin om een foto of een scan te maken. Om zo snel mogelijk van uw rugpijn af te zijn, kunt u het beste veel bewegen. Er raakt niets in uw rug beschadigd als u beweegt. Een paar handige tips. Wissel zitten, staan en lopen goed af. Ga na een kwartier zitten, even staan of een eindje wandelen. Zelfs bij hevige pijn kan veel lopen goed helpen en ook zwemmen is goed. Doe zoveel mogelijk gewoon uw dagelijkse dingen zoals het huishouden, uw werk en hobby's. Heeft u zwaar werk? Bespreek dan met uw werkgever of bedrijfsarts hoe het werk tijdelijk kan worden aangepast. Van overdag in bed liggen gaat de rugpijn niet sneller weg. Het kan zelfs langer duren. Ga hoogstens 2 of 3 keer een half uur liggen. Veel mensen liggen het prettigst op hun rug met een paar kussens onder de knieën of op de zij met half opgetrokken benen. Een paar keer per dag oefeningen doen op een matje is vaak prettig. Als reactie op de pijn spannen bepaalde spieren namelijk extra aan. Oefeningen kunnen dan helpen deze spieren weer te laten ontspannen. Welke oefeningen u kunt doen, kunt u zien in ons filmpje Oefeningen bij lage rugpijn. Merkt u dat uw rugklachten te maken hebben met stress? Aan stress is veel te doen. Wat bijvoorbeeld helpt is praten of opschrijven waarover u piekert. Het is dan helemaal goed om elke dag een eindje te wandelen, fietsen of te joggen. Probeer eens ontspanningsoefeningen en zorg voor een goede nachtrust. Bekijk voor meer tips ons filmpje Minder Stress. Misschien heeft u al paracetamol genomen tegen de pijn. Als paracetamol u de eerste dagen helpt om in beweging te blijven, is dat prima. Verder kunt u eventueel diclofenac gel of ibuprofen gel op uw rug smeren. Als u goed in beweging blijft, verdwijnen de rugklachten meestal binnen 4 weken. Wanneer belt u nu de huisarts? Wanneer de kracht in 1 been vermindert? Wanneer u door een been zakt? Als u merkt dat plassen minder makkelijk gaat? Of wanneer u juist opeens urine verliest? Bel ook als de pijn ondraaglijk is of langer duurt dan 4 weken.